Allergieën komen ook bij honden voor. Maar welke allergieën bestaan er allemaal bij honden? En heel belangrijk, hoe weet je nu of het om een allergie gaat? Voedingsexpert Priscilla van Farmfood Hondenvoeding deed hiernaar een onderzoek. Priscilla, jij hebt onlangs een onderzoek gedaan naar de link tussen allergieën, valse allergieën en honden en voeding. Ja. Wat heb je precies onderzocht? Ik heb bij een groep honden met allergieklachten onderzocht hoe vaak zij nou daadwerkelijk een allergie hebben. En daarnaast eigenlijk gekeken wat het effect van voeding is bij honden, dus met een echte allergie of een vermoedelijke of ook wel een valse allergie. Wat is daaruit naar voren gekomen? Daar is eigenlijk uit naar voren gekomen dat er is gebleken dat bij heel veel honden eigenlijk toch niet getest is of zij nou een allergie hebben. Waardoor eigenlijk de kans dat er een valse allergie is ook groot aanwezig is. En qua effect op voeding is er eigenlijk uit naar voren gekomen dat voeding een hele positief effect kan hebben op zowel de allergieklachten bij een bewezen allergie als bij een valse allergie. En wat voor een effect heeft voeding daar dan op? Doordat je de weerstand gaat verhogen, kan gewoon de klachten kunnen gewoon verminderen, waardoor de hond eigenlijk gewoon minder vatbaar wordt. En welke andere elementen naast, want ik bedoel, dat betekent dus ook dat voeding ook een andere invloed kan hebben op een allergie? Klopt. Welke andere elementen kunnen nou nog meer invloed hebben op een allergie? Waar kunnen honden nog meer op reageren? Nou, ze kunnen natuurlijk reageren op dingen in de voeding zelf. Ze kunnen bijvoorbeeld allergisch zijn voor eiwitten, bijvoorbeeld een kip-eiwit. Daarnaast komt ook een glutenallergie voor. Maar een hond kan bijvoorbeeld ook allergisch zijn voor dingen uit de omgeving, zoals bijvoorbeeld mijten of vlooien. Hoe zie je eigenlijk dat het een allergie is en dat het een valse allergie is, dus geen allergie? Dat is nou juist eigenlijk het vervelende. Als je gaat kijken naar de klachten die bij de honden voorkomen met een bewezen allergie of de valse allergie, dan blijkt eigenlijk dat zij vrijwel dezelfde symptomen hebben. Als je het echt in cijfers uitgedrukt, dan zul je zien dat bijvoorbeeld het krabben net iets meer voorkomt bij de honden met een bewezen allergie. Maar gewoon als eigenaar is dat eigenlijk niet waar te nemen. Heeft farmfood nou ook een speciaal soort allergievoeding? Nee, farmfood heeft geen speciale allergievoeding. Farmfood heeft als filosofie één soort voer voor alle honden van alle leeftijden en alle omstandigheden. Maar het is zeker wel mogelijk om een hond met allergieklachten, of het nou een echte of een valse allergie is, farmfood te voeren. Maar waarom is die filosofie dan zo? Waarom die gedachte dat honden eigenlijk allemaal dat voer kunnen eten? Nou, eigenlijk omdat eigenlijk alle honden gewoon hetzelfde nodig hebben. En eigenlijk wat net zei, als je gewoon zorgt dat de darmflora van de hond gewoon goed is opgebouwd, dat is eigenlijk gewoon voor de weerstand belangrijk, voor de hormoonhuishouding. Het helpt te leven met ontgiften. Dus het heeft zoveel belangrijke taken en dat kan met farmfood allemaal bewerkstelligd worden. En dan dus kunnen alle honden daar gewoon prima op functioneren. Maar stel mijn hond heeft een allergie en die zit nu misschien wel op hypoallergene voeding. Kan ik dan ook meteen overstappen naar farmfood? Het is zeker mogelijk om over te stappen naar farmfood, maar het is wel belangrijk om dit even in afstemming te doen met een voedingsdeskundige. Deze kan gewoon het beste begeleiden en advies geven om gewoon ook andere problemen weer te voorkomen. Als je hond nou bijvoorbeeld een atopie heeft, zoals bijvoorbeeld hooikoorts, kun je dan met voeding ook verlichting bieden? Ja, dat kan zeker. Dat geldt eigenlijk ook weer hetzelfde. Als de weerstand gewoon hoog is, dan word je minder vatbaar. En dat geldt bij honden natuurlijk ook. Dus hoe beter die weerstand is, hoe minder vatbaar die hond is, ook voor die klachten die bij die hooikoorts horen. Waarom is het nou beter om dit probleem, zo'n allergie, op te lossen met voeding en niet gewoon met medicatie? Nou, je zegt het net eigenlijk zelf al, het woord oplossen. Op het moment dat je met medicatie gaat werken, dat is eigenlijk iets wat snel werkt, maar vaak tijdelijk. Dus daar wordt het probleem eigenlijk gewoon niet mee opgelost. Het is meer een onderdrukking. En op het moment dat je met voeding gaat, ga je eigenlijk het hele hond in balans brengen. En daarmee los je ook het probleem op. Nou heb je ook vers vlees en brokken. Klopt. Kunnen honden ook allergisch zijn voor bijvoorbeeld vers vlees of juist voor brokken? Ja, uiteraard is dat mogelijk. Als ze bijvoorbeeld een allergie hebben voor een bepaald eiwit, bijvoorbeeld kip-eiwit, en het zit in het vers vlees, ja, dan moet je dat niet aan die hond gaan geven. Want dan heb je een probleem. Maar dat kan natuurlijk ook in de brok voorkomen. En nou had je het ook over weerstand verhogen. Is het zo dat je dat met vers vlees bijvoorbeeld beter zou kunnen doen dan met brokken? Of zit daar nog een link tussen? Ja, absoluut. Als je bijvoorbeeld brokken zijn steriel, ongeacht de vorm van de brok, ongeacht het merk. Bijvoorbeeld als je vers vlees hebt, dan eigenlijk met name een vers vlees met vuile pens minimaal 60%. Dan kun je gewoon die darmflora op gaan bouwen. Dus de goede darmbacteriën, zoals wij mensen Yakult kunnen gebruiken. En ja, dan ga je dat verhogen en dat is gewoon goede invloed op de weerstand. En ja, dan kunnen de klachten dus gewoon worden minder vatbaar. En wat is dan uiteindelijk de oplossing? Nou, de oplossing vanuit farmfood gezien zou zijn om de hond in ieder geval 2 weken op vers vlees te zetten. En dan raden wij altijd de pens en hart compleet variant aan. Dat bevat de vuile pens die dus nodig is om de darmflora op te bouwen. En van daaruit kan eigenlijk verder gekeken worden naar een combinatie van het vers vlees met de brokken. Maar eerst even voedingsdeskundige bellen. Altijd doen. Twijfel je of jouw hond misschien ook een allergie heeft? Dan kun je contact opnemen met onze voedingsexperts.
Dit kan via het vragenformulier op onze website of via farmfood.nl.